Op 20 februari 1947 werd Adrianus Marinus Kivon in de Watergeusstraat in Rotterdam geboren. Hij bracht er zijn jeugd door en ging er naar de lagere school. Van jongs af aan heeft hij eigenlijk nooit een andere wens gehad dan artiest te worden. Hij was de ster op de schoolfeestjes met zijn parodieën op bekende artiesten. Hij ging naar de technische school voor een opleiding tot machinebankwerker. Maar 's avonds zat hij op zijn kamertje en droomde hij van een carrière op de planken. Hij liet zijn eerste artiestenfoto maken, noemde zich André van Duin en schreef als 15-jarige een brief naar de verschillende omroepen waarin hij zijn talenten aanbood. Mijne heren, hierbij deel ik u mede dat ik 15 jaar oud ben en het mijn ideaal is om conferencier te worden. Ik vraag u derhalve beleefd of ik voor uw omroepvereniging een proef van bekwaamheid mag afleggen. Mijn repertoire bestaat onder andere uit conferences, liedjes, imitaties, mimiek met platen en dergelijke. Uw antwoord gaande tegemoetziende verblijf ik, hoogachtend, André van Duin. Hij kreeg antwoord van de KRO en de VARA, die gezien zijn jeugdige leeftijd geen brood in hem zagen. Zeer geachte heer, uw stoutmoedig briefje hebben wij met verwondering gelezen. Als u 15 jaar bent, lijkt ons dat nog geen leeftijd om reeds het conferencier zijn te beheersen. Ook uw verlangen dat vak te gaan beoefenen, begrijpen wij niet geheel. Probeert u het nog eens over een jaar of 10. De meeste hoogachting, katholieke radioomroep. Maar André was niet uit het veld geslagen en begon hard aan zijn carrière te werken. Zijn moeite werd beloond, want nu zijn we trots op volkscomiek nummer 1, André van Duin. Dag dames en heren. Mijn hele leven heeft dus juist een beetje voorbij zien flitsen, in foto's weliswaar. Maar in werkelijkheid heeft dat natuurlijk veel langer geduurd. Mijn carrière is wel heel erg snel gegaan. Hij begon in 1964, om precies te zijn 24 juni 1964, in het programma Nieuwe Oogst van de AVRO. André van Duin, parodist. Pick up my sweetie pie, she's my rock and roll baby, she's the apple of my eye. I'm ready, ready, said I'm ready, 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 said I'm ready, 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 said I'm ready, ready, ready to rock and roll. Don't take your love. Ik kom zelf uit een zeer muzikale familie, mag ik wel zeggen hoor. Mijn broer is ook een zeer groot liefhebber van muziek. Mijn broer is zeer met muziek hoor. Zeer muzikaal, mijn broer ook. Mijn zuster ook, maar niet zo muzikaal als mijn broer hoor. Mijn zuster ook, maar weet je wat mijn zuster is? Die is meer een... 40 days, 40 days, 40 days, 40 days. I'm gonna see that she'll be back home in 40 days, yeah, 40 days. I'm gonna tell her. That'll be the very thing that I do. I'm gonna see that she'll be back home 40 days. Kijk, eens in het algemeen denken wij kunstenaars weinig. Hè? En over muziek denken we helemaal niet, want dat is iets wat het uit het onderbewuste als een soort moerasgas naar boven welt. En als u dus een beroep doet op mijn intelligentie, dan graaft u in een beerput. De volgende patiënt gaat. Dat u even plaatsneemt. Ah ja, graag. Ja hoor. Zo, daar was u weer. Ja, daar ben ik weer. Goedemorgen. Ja, morgen. Hoe is het nou met u? Ah, prima, prima.
prima, hoor. Ja, ik hoor geen hoest. Hoest met de hoest? Nee, de hoest is helemaal weg. Helemaal weg. Maar de medicijnen prima geholpen. Fijn. Prima. Nou, maar daar ben ik blij om. Ja, ik heb ook precies gedaan wat er op het flesje stond, hoor. Oh, en dat was ook weer? Goed gesloten houden. Nou ja. Als het maar weg is, hè? Ja, alles is weg. Ja, hoor. Zo. En wat zijn dan nu de klachten? Ja, dus, ik weet niet. Er zijn wat problemen met Truus. Wie is Truus? Truus, dat is mijn verloofde. Die staat buiten. Ik weet niet wat met er is. Ze staat buiten te wachten. Ik zeg, wacht maar even buiten. Ik zeg, ik weet niet wat het met je is. Het is heel eigenaardig met Truus. Eigenaardig? Heel eigenaardig. Pijn ergens? Nou, dat weet ik. Dat is heel eigenaardig. Ik weet niet wat het is. Ik zeg, nou, we gaan eens langs de dokter. Zijn we van de week een paar keer langs geweest, maar dat hielp niet. Ik zeg, nou, we gaan eens naar binnen. Nou, daar ben ik. Wat denkt u? Wat kan het zijn? Hoe kan ik dat nou zeggen? Ik kan toch zo geen diagnose stellen? Nou, kijk, wij zijn al 2 jaar verloofd, dus als het besmettelijk is, heb ik het ook. Nou, en u hebt toch niks? Ik dacht het niet. Nou ja, tenminste, nee, ik dacht het niet. Nee. Nou, dan is het waarschijnlijk niet besmettelijk, maar dat kan ik zo niet zeggen. Als u nou eens even Truus hier haalt. Oh, dat ze de... Dan kan ik haar persoonlijk even onderzoeken. Oh, dat ze... Oh. Ja. Truus, hallo. Oh, ik ga Truus halen. En ho. Meneer, wat moet die fiets in mijn spreekkamer? Dit is Truus. Is dit uw verloofde? Ja. Oh. Goedemorgen, Truus. Wat is dat? Goedemorgen, dokter Spruitje. Nou, dat is erg vriendelijk. Ja. Nou, zoiets heb ik in mijn praktijk nog niet eerder meegemaakt. Wilt u maar weer eens even rustig gaan zitten? Nou, Truus zelf blijft liever staan, als u niet hebt. Oh, dat maakt mij niet uit, hoor. Truus, ik moet even over je heen, hoor. Ja, lekker hè. Nou, vertelt u maar eens. Zit u? Ik zeg, vertelt u maar eens. Ja. Nou, we hebben ons dus verloofd, Truus en ik. Een hele leuke verloving hebben we gehad. Heel leuk. Oh. Hebben we een hele fietsenstalling hebben we afgehuurd. Allemaal kennissen geweest van Truus. Allemaal carries en bakfietsen. Heel gezellig geweest. En er was ook nog ome Karel. Wie is ome Karel? Dus een oude tandem, die was ook. En die had een hele leuke mop. Hoe was die mop? Ja, ik heb geen tijd voor moppen vertellen nu. Leuke mop. Truus, hoe was die mop ook alweer, die ome Karel? Ja. Maar die bedoelde ik niet. Hoe vind je het? Ja, wat hè? Ik begrijp het niet helemaal. Ik zal even vragen. Truus moet even naar het toilet. Ja, nou wordt het een beetje al te dol. Brengt u maar even naar de zuster. Zuster Ruig, wilt u even aanpakken? Is dat ook voor damesfietsen? Dat blijft gelijk. Dat blijft brengt gelijk. U maar even daar. Ja. Misschien na 2 daar zo even die kant op. En komt u zelf weer terug? Ja. Ja. Zo. Nou, dat was op kantje. Het was hazenklopband. Het zit even met een lipje. Met een lipje en een touwtje. Moet u wat even... is er nou? En ze kan de kettingkast niet open krijgen. De zuster zorgt er allemaal wel voor. Als u zich nou even concentreert, hè. U bent zo onrustig. Onrustig? Ja. We zullen eens even een paar aantekeningen maken. Ja. Uw naam is meneer Goorloper, hè? Ja, Goorloper. Met lange loper. Met een lange loper. Gooi uit, die loper. Lange loper. Oh, u bedoelt met dubbel O. Dubbel O, ja. Lange meneer Goorloper. En waar bent u geboren? Op de kermis. Oh, hebben uw ouders een carousel of zo? Nee, in een botsautootje. Bent u
geboren in een botsauto. Ja, dan komt zo mijn vader en moeder die botsten iets te hard met hun botsautootje tegen een ander botsautootje. En hup, daar was ik. Nou, dat zal maar een paniek geweest zijn, hè? Ja, want je mocht niet met z'n drieën in één botsauto. Nou ja, het zal in elk geval een muzikale aangelegenheid zijn geweest. Een kermis met muziek en vrolijkheid. Ja. U bent misschien ook wel muzikaal. Ja, nou inderdaad, hè. Ah, ja. Mondharmonica. Zegt u? Mondharmonica. Daar ben ik aangekomen. Speelt u mondharmonica? Ja, dat hoort toch. Mondharmonica. Nou bent u even in de war, want dat gaat zo. Er is misschien een dokter in de zaal. En dat is een harmonica. Nee, zo. Nou, nou gaat u de verkeerde kant op. Het is deze kant. Mondharmonica. Nee, het gaat zo. Nee, deze kant trek. Mondharmonica. We doen het even met z'n tweeën. 1, 2, 3. Ach, wat een onzin. Waanzin. Monica. Waarom doet u dat nou? Ik had hem nog niet helemaal dicht. Als u nou eens even rustig bent. Hè? Hij viel weer open. Nika. Meneer Voorloper, ja. Ik zeg net al, u bent zo onrustig. Slaapt u wel goed? Nee. Nee? Nee, ik slaap slecht. U slaapt slecht. Ik slaap heel slecht. En hebt u enig idee hoe dat komt? Ja, ik heb enorm last van muggen. Ik heb enorm last nu van nu in de winter nog muggen? De hele nacht gaan ze door mijn slaapkamer tekeer. Mug, mug, muggen, 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 muggen. De hele nacht door. Waarom muggen, muggen? Dan vliegen ze achteruit. Nou ja, daar is maar één remedie. U neemt een radiogids. Wat zegt u nou? Ik zeg, u neemt een krant of een radiogids. Radiogids. En bam, weg mug. Ja, maar met mijn radiogids sla ik altijd mis. Hoe kan dat nou? Ik heb troskompas. Nou ja, ik heb er allemaal geen tijd voor, hoor. Bent u eigenlijk lid van een kruisvereniging? Kruis? Jazeker, kruisvereniging. Mooi. Welk? NVSH. Dan moet u eens ophouden met die grappen. Oh, de goedheid. Wat gaat er? U valt ineens als ze... Wat is er gebeurd? Kom. Wat is er? Mondharmonica. Waarom doet u dat nou? Ik kijk even of hij het nog doet. Ik ben veel te nerveus, ik krijg zin van het klappen. Nou ja, zeg, dit wordt toch een top. Mondharmonica. Wat u zegt, zit. Mondharmonica. Zit. Zit. Ik weet niet wat er met u is, hoor. Nou, vertelt u mij 1, 2, 3, wat is er met Truus? Ja, Truus, dat is heel aangenadig. Truus, die had de laatste tijd heeft ze zo'n dikke voorband. Die heeft zo'n dikke voorband. Die fiets, die staat te bellen. Wat nou, dat kan ik word er hier gek ik van, zoiets hebben we... Wat is er nou? Ik ben er even... Dokter, het is gebeurd! Wat is er nou gebeurd? In mijn schoolagenda schreef ik duizendmaal je naam. Op mijn opklabet, je fotootje gezet en uren kijken naar je maan. O mooie Nelly van der Heuvel, zou jij nog bestaan? Breng eens een zonnetje onder de mensen.
een blij gezicht te zien, doet je toch goed. Vervul zo nu en dan mijn liefste wensen. Een beetje levensvreugd schenkt nieuwe moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien doet je toch goed. Vervul zo nu en dan mijn liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet, goed ontmoet. Die Marijke, uit Krabbedijke, is een kind van melk en bloed. En Marijke, uit Krabbedijke, doet de dag van een echte zeeman goed. Waar blijft die ouderwetse winter die zo vaak op foto staat? Met een ijslaag in de sloten en een dik pak sneeuw op straat. Mist de warme chocolade uit het kraampje op de baan. Is het met zo'n ouderwetse winter nu voorgoed gedaan? Veel mooier dan het mooiste schilderij. Ben jij mijn lieveling, ben jij? De glans van je haar en de blos op je gezicht. Het stralen van je ogen mooier dan het zonnelicht. Ik heb de Mona Lisa ook gezien. Dat was voorwaar een droom. Maar mooier dan dit mooiste schilderij. Ben jij mijn lieveling, ben jij. Er komt hier een kapitein langs, man. Oh, dat heb ik niet gezien. Er staat hier een kapitein. Hoezo? Ga staan. Hier is een kapitein voor jouw neus. 1 ster is een 2e luitenant, 2 sterren is een 1e luitenant, 3 sterren is een... Dat is een hele goede koelkast. Ik hou niet van grapjes, soldaat. Nou, ik vond hem zelf wel aardig. Jij praat alleen als je wat gevraagd wordt. 3 sterren is een kapitein, dus hier staat een... Ja, dat zeg ik niet, dat zeg ik niet. Dat kost me gelijk 6 dagen aan, hè. Je hebt mijn kaken niet. Jij moet antwoorden zoals het behoort. En ga eens een beetje fatsoenlijk in de houding staan, want dit slaat nergens op. Gewoon in de houding, model. Toen sta ik al jaren. Ga netjes benen naast elkaar, hè? Die waren altijd wel naast elkaar. En wat moet die slang daar bungelen? Geen gezicht. Hakken tegen elkaar. Benen recht. Buik in. Borst vooruit. Kom op. Moet het allemaal tegelijk of ga dat even schieten? Spreek er niet steeds tussendoor. In de houding rechtop en luister naar mijn commando. Presenteer. Wie? Nog een beurt, nog wat? Zou je dat even kunnen herhalen misschien? Luister dan. Rechtop. Gaat hij weer. Presenteer. Wie? Wat doe je nou, man? Ja, ik kan zelf ook imiteren. Wat wordt er geïmiteerd? Ik deed een hond naar. Hond. Dat vraag ik je niet. Stil en luister en voer mijn commando uit. Het is voor de laatste maal, hè. Presenteer geweer. Oh, zeg het. Geef 8. Ik heb er maar 1, dat is de... Geef 8. Ik heb er maar 1. Hoe ben je? De vraag er dan ook niet om. Wees niet zo brutaal. Rechtop. Wij vergeten even het geweer. Oh. Jij gooit met het wapen, man. Oh, dat ben ik al lang vergeten. Dat komt jou duur te staan, vriend. Rechtop. Dan gaan we eens even leren groeten.
Hallo, hoe is het met je? Zoals het een goed militair betaamt. Salueer. Hans? Salueer. Alaaf! Wil jij de rekening mee houden? Het is hier geen carnaval. Ah, kom, je gaat me toch niet vertellen dat die neus van jezelf is? Dit is je reinste insubordinatie. Dit komt jou duur te staan. Dat wordt een rapport. Ben ik overgegaan? Jij zult nog wel merken wat er gebeurt. Vertel mij eens even, wat is jouw naam? Zonder naam. Zonder naam. Heb je geen naam? Ja, maar mijn naam is zonder naam. Jij heet zonder naam. Ja, mijn moeder is zangeres. Zonder naam. Oh, u kent hem. Voornaam. Hè? Voornaam. Jibbertje. Hoe schreef je dat? Gewoon jebutje. Schreef je jebutje of jebetje? Nee, jebutje. Jebutje. Nummer. Hè? Nummer. Wacht, 126-1910. Algemene Bank Nederland. Misschien een overbodige vraag, maar heb jij een rang? Nee, ik heb wel een pepermuntje. Ja. Het is toch te gek, hè? Ik weet toch niet dat je niet van pepermuntjes houdt, dat weet ik. Stil! En in de houding! Ik vraag mij af, wat deed jij in de burgermaatschappij? Ik zat op kantoor. Hij zat op kantoor, ja, zeker om punten te slijpen en postzegels te likken, hè? Nee, daar hadden we een oude legerkapitein voor. In de houding! Er klopt helemaal niets van je antwoorden niet en van je wapen ook niet, want ik heb het wel gezien, vriend. Dat geweer was niet gepoetst. Nou, dat zijn ze zeker vergeten dan. Ik heb het afgevraagd. Ik zal jou één ding vertellen, soldaat zonder naam. Binnen 2 uur is jouw geweer keurig gepoetst, hè? Nou, als u doen wil graag. Je schijnt het niet te begrijpen, vriend. Maar het is de zaak dat een militair iedere morgen zijn geweer controleert. En, kun je me volgen, goed nakijkt op veiligheid, betrouwbaarheid. Wat sta je te lummelen? Je zegt tegen mij, kan je me volgen? U zegt, kun je me volgen? Nou, zeg maar jij dan. Nou. Staan. Ja. Je bent nog niet van mij af, vriend. Ik zal je bij deze mededelen, jij krijgt morgen een mars. Nou, ik heb liever een nuts. Vertel mij eens even, hoe lang ben jij in dienst? Ik zit nu 2 weken ben ik paraat. Ik vraag me af, wat doe jij in dienst? Ja, dat vraag ik mezelf ook aan. Daar begrijp ik ook geen boer van. En wil het meneer nogal bevallen in dienst? Nee, bevalt mij helemaal niet. Oh, niet? Bevalt mij helemaal niet. En waarom niet, als ik vragen mag? Nou, bijvoorbeeld gisteren zat er zand in het eten. Zand in het eten! Het is wel vreselijk, hè? Ja. Maar je moet er even goed rekening mee houden, vriend. Je bent hier niet in een hotel. Jij bent hier om te leren je land te verdedigen. Ja, maar niet om het op te vreten. Jij hoort hier meer van. Jij bent voorlopig nog niet van mij af. Ik hoop dat je verder weet wat je consignes zijn hier.
Ik zeg dat je weet wat hier te doen staat. Oh, natuurlijk. Ik begrijp het even niet. Ja, natuurlijk. Is het duidelijk? Ja, ik ben jammer. Jij weet wat je hier moet doen? Tuurlijk. Ik hoef dat niet na te vragen. Bimmer! Oké. Dan reken ik erop dat alles goed gebeurt, ingeruikt. Maar... Oké. Groeten thuis, hè. Was is een koster in het zuiden, het is een heel erg oud verhaal. Die liet elke dag de klokken luiden, op een zee is dat nog heel normaal. Maar door de jaren werd de koster verslaafd aan het luiden van de klok. Ik kon er toen niet meer mee stoppen. En daar werden ze gek aan belakken. Wacht nou even. Ik geef een teken als jullie motten ballen, ja? Even wachten, ja? Maar ach, de koster was al oud aan. Men raakte aan het geluid gewoon. Ze leerde met de klokken lieven. En zongen in dezelfde toon. Nou, kom op nou. Maar u zou een teken geven. Ik doe toch zo? Ja, natuurlijk is dat een teken. Oh, dat weten wij niet. Bom, 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 bom. De klokken weer in sleutel. Oh, wat gaan ze weer tekeer. Bom, zing de klokken van het zuiden. De lieve heer, maar als klokken bleven luiden, dan duur je oren zeer. Dan zong het hele zuiden, kreeg de koster van het luiden, maar een keer het heen en weer. Maar op een dag, wat in september, toen hielden plots de klokken stil. Klokken stil. Ah, gaat lekker, ik heb hem vast. Oh, nou! Oh, oh, wist ik niet. Sorry. Dankjewel. Aangedaan. En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, laat die kool op de poten vallen. Dan moet je uitkijken, ja. Dan moet hij uitkijken, ja. Ik heb er geen uitkijken. Men wilde weten wat daar los was. Dat de politie over het hek. Daar vonden ze dan ouden koster. Met een kliepel in zijn nek. Nee, ze hebben hem met eer begraven. Men zette op het graf de kliepel neer. En als het nu heel erg hard gaat waaien, dan gaat de kliepel heen en weer. Bom, 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 bom. De klok weer is leuk. Ze weer te keer. Zien de klokken van het zuiden. Aan van onze lieve heer. Aan ons klokken bleven leuven. Toen op de duur je oren zeer. Maar gelukkig zong het zuiden. Kan de koster niet meer leuden. Niet dat kan niet meer. Ja, wat bono. Wat een buin, opa. Hup,
Maar wil niet aan je trainer vragen of die stoppen wil met de conditietraining, hè? Ik loop eens op beton. Moet je eens even denken, jongen, voor je zoiets zegt aan de wedstrijd van afgelopen zondag. Dat we verloren hebben met 18-0. Ja. Hoe is het mogelijk? Nou, dat kwam omdat die andere 18 keer de bal in ons doel schoten. Ja, dat begrijp ik ook wel. En je vraagt, hoe is het mogelijk? Ik bedoel alleen maar te zeggen dat had niet mogen gebeuren. Nee, dat heb ik ook nog gezegd tegen de tegenstanders. Ik zei, jongens, als jullie zo doorgaan, verliezen we dadelijk nog wel. Was niet mee te praten, niet mee te praten. Ging ijzeren, heinig door, hup, weer een doelpunt. Ik denk, nou, laat maar gaan. Ik heb mijn taak gedaan. Schaamde jij je nou niet na afloop 18-0? Hoezo? Ik heb dat toch niet gemaakt? Nee, maar wat dacht je dan toen het 18-0 werd? Ik denk, nou, geloof nooit dat we het nog winnen. Je hebt nog een keer de gele kaart gekregen ook, hè? Ja, maar die heb ik weer teruggegeven. Ja, waarom eigenlijk? Ik had er al twee. Nou, speel jij al 14 wedstrijden voor onze club, hè? En je hebt nog niet één doelpuntje gemaakt. Nee, maar dat kan ik uitleggen. Dat kan ik uitleggen. Kijk, iedere keer als ik een bal in het doel wil schieten, staat er een en ander een gek die vangt hem en die schiet hem weer terug. Ja, kijk. Zo kan ik niet werken. En als ik dan nog even denk aan de laatste wedstrijd tegen Sof. Sof, ja. Toen hebben we wel gelachen. Nou, ik weet niet wat de lol ervan was. Ik heb niet kunnen lachen voor de wedstrijd. Werden de vaantjes uitgewisseld? Wat gaf jij in plaats van het vaantje? Een verbandrommel. Maar nou, ze waren er erg blij mee, want hij is helemaal opgegaan tijdens de wedstrijd. Bij welke vereniging zat jij eigenlijk voordat je bij ons kwam? Ik heb eerst een tijdje bij FC Meniscus gezeten. Nou ja. Het valt met jou verder niet normaal te praten. We gaan maar eens wat doen. Ja, we gaan eens naar huis. Nee! We gaan helemaal niet naar huis. We hebben het vandaag over training, conditietraining. Nou, een paar simpele dingen. Hè? Loop maar mee, kom maar mee. Hup, 2, 3. En 4. Alles los, alles los. 4. Alles los. 4. Hup, 2, 3. Kan je me niet bijhouden? Je loopt te sloffen als zo. Het slaat toch nergens op? Nou, doe mee. Doe na. Hup, 2, spring. 2, losjes alles. Hup, 2, 4, 2. Hup, 2, 4, 2. Hup. Zou ik misschien even mogen weten wat dit is? Schijnbeweging, hè? Oh. Ja, schijnbeweging, kijk maar op, let op. Kijk, daar staat een tegenstander, let op, ik kom aan. Hij denkt, ik ga linksom. Kijk op, ik kom aan en ik ga... Pak! Oh. Zo werken. En waar is dan de bal? Dat kan mij niet naar schijnbeweging. Ja, stil maar. Doe maar mee. Hup. Rustig, simpel, dit. Hup. Indoor. Even doen. Wat doe je nou? Lekker winderig, lekker fris. Ga er vandoor. Als je nou alleen maar doet wat ik je voordoe. Nou, en zwaai en veer. En zwaai en veer.
en zwaai. Los, je zwaai. Zwaai, zwaai. En veel. En zwaai, zwaai, zwaai. Stop, stop, stop! Je staat midden tussen het verkeer. Het is... Pak uit, de bel! Wil je dat nooit meer doen? Je hebt geen reactievermogen, te stikken. Je moet ook het koppie laten werken, koppie. Ook de theorie. Hè? Wat vind jij bijvoorbeeld van seks voor de wedstrijd? Oh, dat vind ik flauwekul. Flauwekul. Maar seks na de wedstrijd? Dat is ook flauwekul. Vind ik ook flauwekul. Waarom? Ik ben meer van seks tijdens de wedstrijd. Mag ik weten waarom? Komen er misschien weer even mensen kijken? Dan doe je oefeningen met... Ja? Dat zijn geen oefeningen, hè? Nee, maar probeer maar. Bal op de knietjes, ik ga even naar huis, dan kom ik zo weer terug. Mag hij naartoe naar huis? Ja. Misschien, wat is er aan de hand? Misschien mag ik meneer even vertellen, vandaag een feestelijke dag, ik ben 12,5 jaar getrouwd. Oh, hoe lang moet je nou nog? Hou je grappen nog voor je, ik ga mijn vrouwtje even het cadeautje brengen. Cadeautje? Oh, wat heb je gekocht voor die stakker? Als je het zo graag wil weten, een 24-delig porseleinen theeservies. 24? Juist, maar oefenen, hè? Denk eraan. Ja, oefenen, 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 hè? Hup, hup, hup. Kijk nou! Wat heb ik nou? Een 48-delig deze week. Dat is altijd het leukste om met Corrie van Gorp met name om die over de grond te slepen. Wat we in het vorige liedje hebben gedaan. In de volgende scène doen we dat nog wat uitgebreider. Het is namelijk de scène uit het café. En daar gooi en smijt ik nog iets meer met Corrie van Gorp. En met plezier. Morgen! Hallo, hij is er.
je, maar mag ik wel eventjes meneer op de klok wijzen? Ja, die mag wel eens schoongemaakt worden. Nee, Karel. Het is bijna 4:50. Ja. Bijna 4:50, dus... Koffie? Nee. Jij bent bijna een uur te laat. Ja, dat komt zo. Ik heb een tram eerder genomen. Sorry. Een tram eerder genomen en je bent te laat. Ja, hij ging de verkeerde kant op. Ja. Nou ja, maak je niet ongerust hoor, want sinds ik jou in dienst heb, zie ik toch praktisch geen klanten meer. Nee, dat dacht ik ook. Ik dacht, doe maar rustig aan. Dus dan... En weet je hoe dat nou komt, Ka? Nou? Wat sta je nou met je handen in je zakken? Nou, laat maar staan. Kijk, jij mist alles voor het vak als ober. Daar sta je nou te staan. Ja, laat mij even lekker staan, ja. Wat mis ik dan? Jij mist elk gevoel voor joie de vivre. Jij hebt geen joie de vivre. Allee, trottoir, hè? Trottoir! Een portefeuille! Du mayonaise! Mag ik even vragen waar dat op slaat? Nee, je verstaat het niet! Zuid-Belgisch, man. Zuid-Belgisch. Onzin. Wat hebben we nou weer? Zakken lopen. Zaklopen. Ja, ik heb behoefte aan een zakloper in mijn zaak. Nou, wacht even, ik loop terug. Het slaat nergens op. Ik ben er weer. Het was maar eens liever en beter dat jij de klanten goed bediende. Klanten. En dat gaan we nou eens eventjes leren. Jij gaat naar buiten, je speelt de rol van klant. Ik ben de ober en ik zal je precies laten zien hoe het moet. Ik ga naar buiten, ik speel de klant. Juist. En een beetje vlot graag. Ja, oké, ik speel de klant. We hebben geen uren de tijd, hè? Nou, klaar, kom maar. Oké. Dan kom je gewoon binnen, hè? Ja, kom maar. Nou, beleven. Wat? Dat versta ik niet. Ik heb mijn jas vergeten. Is toch niet nodig, wat? Nou. Als klant kom je binnen, hè? Oké, ik speel gewoon een gemiddelde klant. Ja, oké. Een gemiddelde klant. Ja, okay. Hup dan. Kom maar, hoor. Aha. Bent je goed? Wat deed je nou? Wat deed je? Ik speel gewoon een gemiddelde klant. De klanten blijven toch binnen als ze binnen zijn? Nou, ik heb er nog nooit mee meegemaakt. Dan gaan we dat nou leren. Kom op, kom weer binnen. Let op. Aha! Hartelijk welkom, gaat u zitten. Nou, ik... Neemt u plaats, meneer. Hartelijk welkom. Zo, gezellig. Nou even dan. Zo, lekker weertje vandaag, vindt u niet? Nou, dat gaat nog. Zoveel bijzonder weer vind ik het niet. Oh, dat valt nog alles mee. Ik heb nog de zon gezien vanmorgen. Nou, dan heb je meer gezien dan ik. Ik heb hem niet. Man. Vind het graag fris. Meneer, voor de tijd van het jaar is het toch prima weer? Nou, ik vind het net weer. Ik vind het nog wel lekker weer. Wat zal ik nou gaan zien? Is er het lekker... is lekker weer. Nou, ik vind dat gruwelijk weer. Als je nou maar begrijpt dat de bedoeling is dat je even een babbeltje maakt over het weer, dan is het ijs gebroken. Kun je nagaan wat voor weer het is? Ijs gebroken. Nou, ben je nou klaar met die flauwekul? Ja hoor. Goed, de klant gaat wat eten. U wilt iets eten, neem ik aan. Nee, dank u wel, ik zit vol. U wil natuurlijk hier het diner gebruiken. Nee hoor, dank u wel, ik moet niks hebben. Die klant die bestelt wat te eten. Dan moet die klant weten, ik moet het niet hebben. Even serieus nou, Karel. Vooraf wilt u misschien een aperitief gebruiken? Nee, dank u, ik ben net geweest. Karel, een aperitief is een drankie. Ja, dat weten wij, maar dat weet die klant niet natuurlijk. Natuurlijk. Ik kan u aanbevelen een martini on the rocks. Nou, ik heb liever een glaasje karnemelk als ik heb. Wie bestelt er nou karnemelk voor z'n eten? Ik. Niemand neemt dat. Een nou, ik vind het lekker. Lekker glaasje koude karnemelk. Ik vind het lekker. Hallo, een martini of een droge sherry? Droge sherry? Ja. Nou, oké, maar doe er dan wel wat te drinken bij. Gaan we beginnen aan het menu. Als voorgerecht kan ik u van harte aanbevelen onze voortreffelijke kikkerbilletjes. Oh nee, daar ben ik aan.
dat, daar ben ik geen liefhebber van. Dat vind ik onsmakelijk van die blote billen op tafel. Nee. Meneer, het is een delicatesse. Ja, ik heb wel wezen. Ik moet niet hebben. Ik vind het onsmakelijk gezicht. Blote kontenwerk. Vind je dat? Jij bestelt kikkerbillen. Oké, maar doe ze dan wel een broekje aan. En vertelt u eens. Toetje. Heb u deze? Batista, ik doe een toetje na. Waarom doe jij een toetje na? Ja, dat is op televisie ook altijd van, doe even een toetje na. Het slaat nergens op, maar we nemen aan dat er zo'n belachelijke klant is die dat doet. Dan zeg jij, dat wordt dan eenmaal. U krijgt van mij eenmaal. Nou, ik hem zo zie, vind ik hem niet zo smakelijk. Nou hoop ik dat je het begrepen hebt en dat je op die manier de klanten bedient. Service. Dat is ons devies, Oen. Is u nog open? Nou, ik weet niet. Ik ben hier ook maar klant. Ik zou niet weten. Ik speel voor klant. Ja. Sorry. Is dat u? Sorry, hoor. Oh, you sprak Engels. Yes. Yes, I, yes. Ja. Yes is ja, dat is Engels. No. No, dat is ook Engels. No. Yeah. Yeah. Dat is een kok. Is het een goede kok? Ja, dat is een eerste klas kok is dat. Ah. Ja, dat is een hele goede kok. Vooral voor zijn moeder. Hele goede kok. Wat is de specialiteit van de kok? Bronchitis. Ja, dat heeft hij het hele jaar door. Dat is het hele jaar. Ik zal even zeggen dat u er bent. Dan weet u dat. Graag. Ik zal even zeggen heel dat u graag. Er bent. Hallo. Er zijn klanten. Wat doe je nog?
Dan roep je monsieur patron. Die moet ik helemaal niet hebben, ik moet jou. Hij komt er aan, hoor. Hij Goedemiddag. Ik mag wel zeggen, hartelijk welkom. Bestellen, mijn ober zal het gaarne noteren. De ober? Ja. Ja. Als u misschien even een potlood stukje papier hebt, schrijf ik hallo, ik heb al. De witte reus had het zelf. Nou, dan gaan we maar noteren. Ja. Nou, wat zal het zijn? Twee broodjes kaas. Ja. Twee kaas. En met twee a's. Ja, u ook, twee a's. Ja. Misschien een schoppetje erbij, boertje erbij. Even tussendoor. Goed, tweemaal kaas. Tweemaal met twee a's. Nee, het sterft hier van de muizen erin. We hebben alles in huis, maar toevallig geen kaas, mevrouw meneer. Nou, spijt me heel erg. Nou, wacht eens even, er is wel kaas. Nee, er is geen kaas, het jawel, spijt me heel erg. Er is kaas, kaas speciaal. Natuurlijk is er kaas, ogenblik. Kaas speciaal, hij is in de war, mevrouw meneer. Er is geen kaas, heus niet. Jawel, ik heb alsjeblieft twee muizen vallen, kaas speciaal. De weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23 kilometer. File. Ik zit weer in een file. Wel zo'n 1000 wielen. Netjes op een rij. Stilstaan, wachten tot we doorgaan. Mag ik even voorgaan?
want ik wil naar huis. File, oh jongens, wat een file. Wel meer dan 1000 wielen staan hier op een rij. File, oh wat een file. Vier van die wielen, die zijn van mij. Hopen dat het gauw voorbij zal zijn. In de verte rijdt een trein, vliegens vlug naar huis. File, oh jongens, wat een file. Wel meer dan 1000 wielen staan hier in de rij. Eindeloos achteren van Gent en Loos. Ik blijf kalm, ik word niet boos, maar ik wil naar huis. File, oh wat een file. Wel 1000 wielen staan in een rij. Mensen, wat is hier aan? Nou ja, meneer, dat is toch het toppunt. Zeg, u gooit die koffers boven op mijn hoofd. Oh jee, zijn mijn koffers beschadigd? Wat kunnen mij die koffers schelen, meneer? Het kwam boven op mijn hoofd terecht. Nou ja, ze zien er nog behoorlijk uit, dus er zal niks mee gebeuren. Nou ja, dat is toch het toppunt. Wilt u wel een beetje op uw medereizigers letten, hè? Zo. Normaal wat. Zo, daar staat. Wat ik vragen wil, gaat deze trein naar Maastricht? Wel nee, meneer, deze trein gaat naar Groningen. Oh, dat komt goed uit, want ik moet helemaal niet naar Maastricht. kan u misschien even een stukje wieberen? Wat zegt u? Kan u even een stukje wieberen? Wat is wieberen? Mag ik er even bij? Wilt u hier zitten? Als u even een stukje opschuift. Dat is. Nou ja, meneer, mag ik even weten wat u allemaal aan het doen bent? Nou, ik zoek een lekker zacht plekje. Het is altijd een eind rijden naar Groningen. Ik krijg altijd een beetje kramp tussen Zwolle en Groningen. Krijg ik altijd kramp, dus ik zoek een lekker joepel. En hebt u nu al besloten waar u zitten wilt? Nou, ik denk dat daar. Ik vond die, geloof ik, het lekkerste, ja. Oké. Okay. Oh ja, oh duidelijk, ja hoor. Oh, ja, oh wat scheelt dat, zeg. Wat scheelt. Hallo meneer, wilt u dat raam een stukje openlaten, anders beslaat de boel. Ja, dat is ook de bedoeling. Dat is ook de bedoeling. Ik teken al met poppetjes op de ruit. Doe ik altijd al maar. Kijk zo, kijk deze. Bom, 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 bom. Kijk even. Twee sneeuwpoppen. Weet u het verschil tussen een sneeuwman en een sneeuwvrouw? Twee sneeuwballen. Oh, mag ik er even bij nog? Meneer, ik heb u nog gezegd, de boel moet hier open blijven. En wat bent u nou weer aan het doen? Ogenblikje. Wil u een boterham?
Nee, dank u wel, meneer. Ik heb al gegeten. Dank u. Tuurlijk. Snap je waarom ze dat plastic altijd zo strak om die boterhammen heen doen? Dat wil ik u wel vertellen, meneer. Ja. Dan blijft het brood beter vers. Oh, dat is goed dat u het zegt. Ik had er bijna afgehaald, zeg. Nou, het mag langer vers blijven, maar ik vind het niet smakelijker op worden als ik eerder ben. Nee, dat hoef ik niet. Wat leest u daar? Als het u interesseert, meneer, dit is een boek over psychologie. Oh, ben u psycholoog? Dan ben u waarschijnlijk psychiater. Psychiater? Zegt u? Psychiater, ben u psychiater? Ik ben geen psychiater, meneer. Oh, dat dacht ik ook al, want u hebt geen divan bij u. En het is niet psychiater, maar psychiater. Ps, 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 ps. Ik ben dus psycholoog. En als straks de trein nog gaat vertrekken, dan hoop ik dat hij richting Groningen gaat. Want aan de universiteit daar hoop ik een lezing te houden over psychologie. En vandaar dat ik probeer even mijn aandacht bij mijn lectuur te houden. Begrijpt u? Tuurlijk. Ga de rug terug hangen, hoor. U zal van mij gelast hebben. Mooi. Ik ben er niet. Ik ben niet alleen, zeg. Ik ben er niet. Leef je rustig te horen, hoor. U zal van mij geen woord horen. Als je iets belangrijks te lezen hebt, moet je op je gemak kunnen lezen. Dus toch? Dat zou ik in mijn geval ook. Ik bedoel, ik in mijn geval, als ik iets te lezen had en dan gaat iemand tegenover steeds maar lastig zitten, zou ik ook vervelend vinden. Tuurlijk, als u rust, en zeker in uw geval, ik bedoel, u zit misschien iets te lezen waar u ook geen bal van snapt, dus u wilt toch een klein beetje de verstand erbij houden. En als er dan steeds maar iemand doorheen gaat zitten praten, weet je op de duur niet meer waar het over gaat. Niet waar? Ja. Hoorde u dat ook? Kan. Een vreemd soort gesis. Ik probeerde alleen maar kenbaar te maken dat ik het fijn zou vinden als u even... Sssst. Oh, maar. Oh, natuurlijk. Nee, van mij geen last, hoor. Dank u. Ik ben er niet. Meneer, ja. Vindt u het nodig om te neurien? Nee, tuurlijk niet. Dat is helemaal niet nodig. Nee, tuurlijk niet. Dank u wel. Ik neurie je niet. Ik heb ook liever dat u niet fluit, meneer. Nee, u hebt gelijk. U hebt voor mij gelijk. Ik ben er niet.
daar kwam geen fluit uit mijn vloot. Dat was mijn vloot. Ja, ja. Grote vloot. Hé, Arne Muiden. Ik zie ineens een foto hangen van Arne Muiden. Arne Muiden. Daar ben ik nog wel eens geweest met schoonheid. Zie Arne Muiden. Hebben we wel gelachen. Hebben we bijna de meester nog in het veerse gat gegooid. Hij stond op het randje van het veerse gat. Als we een klein duwtje hadden gegeven, had hij erin gegaan. Maar ja, we hebben niet gedaan, want we hadden nog een consumptie van hem te goed. Ken u Arne Muiden eigenlijk? Wat moet ik kennen? Arne Muiden. Van als de klok van Arne Muiden piept, het eind van onze leden. Nou is het wel genoeg, hè, meneer. Ik ken Arne Muiden niet, ik ben er nooit geweest en ik hoef er niet te komen, hoor. Nee, maar u kent het liedje toch wel? Nee. Van hoe heet die? Van Max van Praag. Max van Praag? Oh, mijn moeder was gek met Max van Praag. Max van Praag. Daar stond ze mee op en dan ging ze mee in de bed. Mag ik u nou voor de laatste maal vriendelijk verzoeken, meneer, of u even rustig wilt zijn? Tuurlijk. Dan kan ik me concentreren op mijn leeswerk. Ik ben er niet. Is dat nog een hele reis, hè? Groningen, lange reis. Lange reis. Ik heb daar nooit zo tegenop gezien, meneer, maar ik ga nou toch wel een beetje van gedachten veranderen. Weet u dat de coupé hiernaast, dat die ook naar Groningen gaat? Ja, dat is ook een stomme opmerking. De trein hiernaast, natuurlijk gaat de coupé hiernaast ook naar Groningen. Oh, dat is een stomme opmerking. Het zit toch aan elkaar vast, man. Ik doe altijd een spelletje als het lang duurt. Ga ik altijd een spelletje doen. Oh, gaat u dan maar gauw buiten spelen? Nee, nee, dat spelletje wat ik nou heb, dan moet je binnen spelen. Ja, je moet het eigenlijk spelen met intelligente mensen. Maar misschien kan u er ook wel aan meedoen. Oh, erg vriendelijk van u, dank u zeer. Dat spelletje, dat heet... Vragen. Zo. Vragen. Dat gaat als volgt. Ik stel u een vraag. U weet hem niet, betaalt u mijn geld. Dan stelt u mij een vraag, ik weet hem ook niet, betaal ik uw geld. Wil u dat met me spelen? Nee. Dat is jammer, ik had een leuke vraag geweten over spiegologie. Leuke spiegologische vraag had ik. Oh, dus u wilt mij een vraag stellen op het gebied van psychologie? Van spiegologie, ja. Oké, dan zal ik dat spelletje met u spelen, maar dan wil ik wel iets weten over de financiële verdeling. Tuurlijk. Zoals ik al zei, dat spelletje heet dus Vragen. Kijk, ik stel u een vraag over spiegologie. U weet hem niet, betaalt u mij 100 gulden. Zo. Dan stelt u mij een vraag over spiegologie. Ik weet hem ook niet, dan betaal ik u een tientje. Dat is nou niet bepaald eerlijk verdeeld, vind je? Jawel. Kijk, u bent psychologisch onderlegen. Huh? U bent psycholoog, ik weet niet van psychologie. Ja. Nou ja, oké, stelt u mij die vraag dan maar over psychologie. Ja, ik heb veel meer kans dat u... Ja, u hebt gelijk. Ja. Nou, ik ben aan de beurt. Let op, hoor, dat komt. Als u niet weet, krijg ik 100 gulden. Dan betaal ik u 100 gulden, ja, maar wat zou ik dan het niet doen? Het is groen. Het heeft 6 gele armen en een oog op de rug. Cijferspiegeling. Het is groen, het heeft 6 gele armen en... Nou, ik weet niet wat het met psychologie te maken heeft, maar in elk geval, meneer, u hebt gelijk 100 gulden voor u. Ja, maar wacht eens even. Wat is dan het antwoord? Ik heb geen idee. Hebben u het niet? Hé, wat jammer nou. Nou is het alweer afgelopen, die videoband. Zit je net te kijken? Maar ja, het is maar een uurtje natuurlijk, hè. Maar gelukkig, we hebben nog meer videobanden voor u gemaakt. Met hoogtepunten uit de revue-scènes. En de volgende band, de tweede band, die is eigenlijk, als ik eerlijk ben, nog leuker dan deze band was. Zullen we zeggen, tot de tweede band?
een hoop. Een kleine persoonlijke noot horen. Iets over hetgeen ze doen voor hun beroep. Iets anders.